Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 10 oktober. Ik sta op het station van Leeuwarden en je vraagt je natuurlijk af waarom ik zo'n rode neus op heb. Nou, we gaan vandaag reizen door de grootste grap van Nederland, namelijk de provincie Friesland. Nou, voor de rest van de video kan het rare ding wel weer af, hoor. Nou, vandaag als we met een busdagkaart door een provincie heen reizen, eerst maar even naar het loket zo'n ding ophalen. Daar is het dagkaartje dan. Kost €11,25 een streekbus daldagkaart. Dus niet geldig in Q-Lanners. Ja, we gaan vandaag bar met alleen maar streekbussen. En zo'n echte barregaande loopt natuurlijk op klompen. Ja, oké. Je zou maar je eigen herbruikbare beker vergeten zijn. Gedoe met die flauwekul, tijd om naar het busstation te gaan. Nou, daar is het jukkel. Nou, intens rood scherm, de eerste buslijn die we gaan doen is de 95 naar Jouren via Tuchem. Ding doet het niet. Die bus die vertrekt nog helemaal achteravond, of perron M. Nou, maar eventjes netjes een mondkapje opgedaan, tijd voor de Friesland Tour. Tussenstop op busstation Blauwe Tent. Er is hier niet veel meer dan een windmolen. Aangekomen op het busstation van Jouren. Je zou maar een dagkaart hebben waarmee je niet met Q-liners mag. Hier stap ik over op bus 41 in de richting van Balk en die gaan we nemen tot aan Sloten. Bedankt hè, Oceans. Aangekomen in Sloten. Met 700 inwoners is Sloten de kleinste stad van Friesland. En ook de kleinste stad van de Friese Elfsteden, van de beroemde Elfstedentocht. Het is een heel erg mooi historisch stadje en dat gaan we nu verkennen. Nou, Sloten. Nou, echt een super mooi stadje hoor, maar nu heb ik honger. Nou, gelukkig valt hier wat te eten. Zo, lekker kibbelingetje met patat gehad en ik heb dat heel mooi gepland, precies tijdens de stortbui. Dat ik aan het begin van de video zei dat Friesland een grap was, neem dat alsjeblieft met een hele grote korrel zout, want Sloten hier, dit stadje, is super mooi. Als je een keer de kans hebt om hier te komen, doe dat dan zeker. Nou, was te vet dan hier in de omgeving. Nou ja, beter gezegd, niks! Tijd om verder te gaan met de 41, terug naar Jouren. Nou, weer terug in Jouren. In Jouren staat het allergrootste Douwe Egberts koffiekopje ter wereld. Voor de volgende buslijn kun je rustig achterover gaan leunen of zo, gaan lekker zitten, want het is een hele lange rit van 1,5 uur met de 199 helemaal naar Harlingen.
Zo, een kleine uur en 20 minuten na vertrek uit Joure ben ik aangekomen in Harlingen bij de halte Havenplein. Heel erg fraai stadje dat Harlingen, maar ja, de plicht roept alweer en de volgende bus staat op het punt te vertrekken. Op naar Mooie Paal. Hier bent u. Mooie Paal. Langs plaatsjes als Seksburum ging het hierheen naar Mooie Paal. Nou, met dit soort namen krijg je toch wel een keer zin om iemand te palen. Woordgrap van de dag, jongens. Applaus. Nou, wat is hier dan te doen bij die Mooie Paal? Niks! Ben wel benieuwd wat de neuk dat is. Nou, dit busstation is toch wel zo verlaten. Er is hier niet eens iemand om te palen. We gaan zo meteen met de 72 terug naar Leeuwarden. Hele bijzondere stoel. Uitgestapt in Jelsum, want ik vind het niet heel fijn om met een wesp in een afgesloten ruimte te zitten. Dus we wachten hier op de volgende bus naar Leeuwarden, die komt over 10 minuten. Ik dacht even dat dit een bus was, maar... Sneldienst. Daar heb ik niks aan. Oh, die snelbus stopt hij wel, maar één keer per week en dat is al geweest. Terug op station Leeuwarden waar het vanochtend allemaal begon. Het Friese busavontuur heb ik overleefd. Yes! Het loopt nu ook tegen de avond aan. Tijd om avond te eten. Niks! En het diner vandaag is pasta. Zo, die pasta heeft goed gesmaakt. Het rondje bussen door Friesland heeft mij verrast op een positieve manier. Ik vond het zeker een leuk ritje. Hele mooie omgevingen hier. Ik sta weer op het treinstation. Ik ga weer richting huis, richting Twente. Daarom wil ik deze video hier afsluiten. Dankjewel allemaal voor het kijken naar deze video. Ik vond het een geslaagde dag. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Laat dan zeker een blauw duimpje omhoog achter. Als je meer wilt zien, abonneer op mijn kanaal hier beneden. Tot de volgende keer. Later. Een addict.